En goedemiddag, hier vind Marcel Positivo. Even mijn haar goed doen. We hebben natuurlijk weer nieuws over Patricia Pai. En eindelijk, en dat is natuurlijk goed voor haar, ook om het te verwerken, maar ook zeker om heel Nederland duidelijk te maken wat er nou precies gebeurd is. En alles gaat ze vertellen. Patricia Pai, daar hebben we het over, onze diva. Polder diva precies te zijn. Die gaat vanavond in Jinek, gaan ze over de seksvideo's praten. Patrice Paars schuift dinsdagavond, vanavond dus opletten vanavond. In de avond, laat in de avond denk ik, komt zij op televisie in het praatprogramma bij Jinek in de Late Night Talkshow. Vertelt ze over de twee gelekte seksvideo's die donderdag verschenen. Samen met haar advocaat Johan Langelaar en misdaadverslaggever Peter R. de Vries zal er gesproken worden over de schending van privacy in het uitlekken van de video's. Begin februari maakte Pai, middels misdaadverslaggever John van Heuvel, bekend gechanteerd te worden al enige tijd met beelden van intieme momenten met een ex. De beelden verschenen donderdag op Twitter-account, waarna ze gedeeld werd door Geen Stijl. Pai heeft sinds het lekken van de video zelfs helemaal niets gezegd. Alle communicatie is verlopen via haar advocaat. Dus vanavond kijken naar Jinek, waar exclusief wordt verteld door Patricia Pai zelf over de hele gebeurtenis en de gang van zaken. En ik ben benieuwd wat jij ervan vindt na afloop, of je daar nog een opmerking over hebt. En kun je dat natuurlijk met mij delen. Massa Positivo, nieuws brengen, nieuws vandaag.